Kevin is op pad gestuurd om langs te gaan bij een strategische partner van toonaangevende bedrijven wereldwijd. Hier bieden ze customer service oplossingen op maat die klanten verbinden met het merk van het bedrijf. Ze hebben hard aan de weg getimmerd om het bedrijf beter aan te laten sluiten bij de beschikbaarheid in de arbeidsmarkt. Zo is het een optie voor de werknemers om thuis te werken in een volledige digitale werkomgeving en zijn er verschillende doorgroeimogelijkheden waardoor je je verder ontwikkelt binnen dit bedrijf. Bij Teleperformance telt iedere interactie en Kevin gaat hier de interactie aan met Julien. Het bedrijf waar ik nu naartoe op weg ben heeft 340 locaties, verdeeld over 74 landen en is jaarlijks met meer dan 40% van de wereldbevolking in contact. Interessant. Hey Julien! Hey Kevin! Hey! Welkom bij Teleperformance. Ja, dankjewel. Hey, wat zit u er prachtig bij? Ja, mooi pand hè? En een hoop bedrijvigheid. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, wij zijn outsourcingpartij voor onze partners. Dus wij helpen onze partners met in feite het verhogen van klanttevredenheid en het verlagen van operationele kosten. Dat doen wij voor de customer service tak. Dat doen wij voor bijvoorbeeld ook incasso-instanties, maar dat doen wij ook voor het stukje retentie- en back-office werkzaamheden. En waar zit nou jullie grootste uitdaging? Momenteel toch echt wel de arbeidsmarkt. Echt wel de arbeidsmarkt. Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren dat die flink aan het zakken is, de arbeidsmarkt, qua in ieder geval het aanbod. Ja, en dan proberen wij toch echt wel op een ludieke manier op te anticiperen door eigenlijk dingen anders te doen en veel meer te luisteren van goh, wat is er nu nodig om ons als bedrijf aantrekkelijk te maken voor deze arbeidsmarkt? Nou is maatschappelijk verantwoord ondernemen natuurlijk ook steeds meer een onderwerp van gesprek. Is dat voor jullie ook zo en hoe geven jullie daar invulling aan? Ja, zeker. Nou, we hebben in feite een hele nauwe samenwerking met UWV. Daar hebben we eigenlijk op vaste momenten hebben we daar sessies mee. Maar we doen ook echt out-of-the-box ideeën aandragen door bijvoorbeeld slechthorenden in te zetten voor ons instant messaging kanaal. En zelfs in Suriname hebben we een TP Academy. En samen met de overheid en met scholen hebben die zo geaccrediteerd dat als medewerkers slagen voor die TP Academy, dat ze zelfs bij universitaire instanties en scholen geen toelatingsexamen hoeven te maken. Nou is natuurlijk de arbeidsmarkt op dit moment heel krap. Vinden jullie nog goed personeel? Lukt dat nog een beetje? Jazeker. Daar hebben we vast wel wat zaken voor moeten aanpassen. Om ons beschikbaar te maken voor echt de arbeidsmarkt. Maar op dit moment zijn we voor een fors aantal bestaande en nieuwe klanten aan het groeien. En wat voor skills moet ik hebben om hier te kunnen werken? Nou, in basis leren wij jou echt alles aan. Dus ja, wij zijn meer een opleidingsinstituut geworden in plaats van alleen een werkgever. Dus wij helpen je echt om te groeien in jouw baan. Stel, ik kom hier werken. Hoe ziet mijn loopbaan er dan uit? Kun je daar iets over zeggen? Dat ligt echt aan de agent zelf. In basis kom je hier echt als agent binnen, maar hebben ondertussen diverse doorstroommogelijkheden. En kun je eigenlijk doorgroeien naar een supervisor level, maar ook naar traffic, naar communicatie, naar HR. Eigenlijk alles is mogelijk. Nou zijn jullie een global company. Heeft dat nog voordelen? Ja, vooral ook natuurlijk voor onze medewerkers. We zijn een internationale organisatie, dus er zitten ook internationale carrière mogelijkheden. Ja, en op je cv staat natuurlijk wel echt heel goed als je bij zo'n global company gewoon werkzaam bent geweest. Dan ben ik nog heel nieuwsgierig naar jouw gouden tip. Heb je die voor ons? Ja, mijn gouden tip is vraag echt aan die medewerkers van goh, wat maakt nou die great workplace? En zorg er samen voor dat het werk iedere dag net een beetje leuker wordt.